Steeds meer ondernemingen publiceren naast het financiële verslag ook een rapport over niet-financiële prestaties. Bijvoorbeeld over duurzaamheid en ethiek. Of de onderneming combineert beide tot een geïntegreerd verslag. Het financiële verslag wordt gecontroleerd door de accountant. Maar wie valideert de environmental, social en governance prestaties of het geïntegreerd verslag? En hoe dan? Er is geen wetgeving en elke gespecialiseerde professional mag dit doen. Maar accountants missen kennis van niet-financiële informatie. En inhoudelijk specialisten hebben beperkte kennis van controle. Leer het opstellen en controleren van een ESG of geïntegreerd verslag en word dé expert op dit gebied met kennis van bestaande ESG-rapportagestandaarden en kennis van criteria voor een ESG of geïntegreerd verslag. En met kennis van ESG-controletechnieken en vaardigheden die nodig zijn om een ESG-verslag te controleren.